Mijn naam is Ghamis El-Bouakili. Ik ben getrouwd en heb 3 prachtkinderen. Ik ben 43 jaar geleden geboren in een plattelandsdorpje in het noorden van Marokko. En in het kader van gezinshereniging kwam ik op 1-jarige leeftijd al naar Nederland. Ik ben de jongste uit een gezin van 5, een echt gastarbeidersgezin. Mijn moeder zorgde voor het huishouden en mijn vader werkte hard om ons een beter leven te bieden dan hij zelf had gehad. Ik groeide op in de jaren 80 tussen de junks en de dealers van het Mercatorplein in Amsterdam-West. Ik leerde dan ook op heel jonge leeftijd dat als je echt iets wil bereiken, je het zelf zal moeten doen. Mijn vader zei altijd, niemand gaat het voor je doen. En die gedachte heb ik altijd vastgehouden. Na het VWO deed ik de opleiding luchtvaartlogistiek. En tijdens die opleiding nam ik een bijbaantje als taxichauffeur bij Schiphol Taxi. Toen ik mijn opleiding had afgerond, kreeg ik de mogelijkheid om als ZZP'er door te gaan bij diezelfde organisatie. En die kans greep ik. Ik had echt het gevoel dat ik als ondernemer mijn eigen lot kon bepalen. Ik had een droom, ik had een visie en ik beet me dan ook in vast. Ik doorliep alle stadia, van chauffeur tot commercieel medewerker in 2003. Een jaar later stapte de toenmalige directie op en vroeg het bestuur mij om tijdelijk waar te nemen als directeur. Tijdelijk werd definitief en een aantal jaar later in 2007 nam ik de organisatie over. Op dit moment ben ik directeur-eigenaar van Schiphol Taxi. Door visie, vertrouwen in mezelf en een dosis geduld heb ik het uitgebouwd van een organisatie met 50 chauffeurs en een aantal dieselauto's tot een organisatie met bijna 1300 chauffeurs en meer dan 1000 voertuigen. Waar wij ons vooral in onderscheiden is dat we heel erg bezig zijn met duurzaamheid en innovatie. Zo hebben we met onze vloot van 365 elektrische voertuigen de grootste elektrische taxifloot van Europa. Met 173 Tesla's daarvan zijn we zelfs de grootste Tesla-klant wereldwijd. En recent hebben we ook de grootste laadstation van Europa geopend. Daar laden we al onze voertuigen met duurzame energie. Wat mij kenmerkt als mens en als ondernemer is dat ik niet zozeer denk in problemen, maar vooral in oplossingen. Ik roep dan ook altijd naar mijn medewerkers als ze met een vraag zitten, het komt goed. Het maakt namelijk niet uit waar je vandaan komt, als je maar weet waar je naartoe gaat. En dat is een boodschap die ik graag zou willen meegeven aan al onze multiculturele jongens en meiden die nu nog aan het begin van hun carrière staan.